Hallo iedereen en superleuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag ga ik dit heel leuke pakketje unboxen. Dit is het ruilsamenwerkingspakketje dat ik met mijn allerbeste vriendin heb gedaan. Dit is haar account en dit is mijn account. Dus ga het zeker volgen als je dat nog niet hebt gedaan. En ik ga dit dus unboxen en ik kan niet wachten want er zitten echt heel leuke dingen in. Maar zijn jullie benieuwd wat er dus allemaal in zit? Vergeet dan zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar heel snel beginnen. Het zit in een heel schattig doosje met allemaal stickers. En ik ga nu open doen. Ik zie hier vloeipapier. Oh my god, dat is zo leuk. Kijk dit. Hoe leuk. Allereerst zie ik hier allemaal polymeerkralen. Die zijn echt heel mooi. Dan heel veel parels. Normaal zijn het er 400. Kijk even hoe dik dit is. Oh my god, zo leuk. Dan letterkralen. Zo van die letterkralenbedels. Ik was er echt naar op zoek. En zij had die, dus ik heb er heel wat genomen. Dan deze heel leuke figuurkraal. Ik heb ook zulke figuurkraal, maar dan een klein beetje anders. Dan zie ik hier heel leuke beeldjes. Zo van die... Van die teddybeertjes. Echt super schattig. Polymeerkralen, zo avocado's en worteltjes. Er zit ook een extraatje in. En dat is dit. Ik ga het even open doen. Allereerst zie ik hier nog meer polymeerkralen. En zo van die figuurkraaltjes. Meer letterbedels. Oh, die zijn zo leuk. Confetti. Ik hou er echt van. En dan nog meer parels. Er zit geen visitekaartje bij. Dat is wel stom, want ik bewaar alle visitekaartjes. Maar ik heb er al eentje van haar, dus ja. Dan is dat niet zo heel erg. Lise heeft haar deel ook opgenomen en dan komt dat nu in beeld. Hey, hey, ik ben Lise en ik heb hier een pakketje. Het pakketje is van een ruilsamenwerking van mij en Noralie. En Noralie vroeg mij of ik het kon unboxen in een video voor haar YouTube video. Dus dat ga ik natuurlijk doen. Ja, het is dit leuke pakketje. Ze zei dat de doos iets groter is dan erin zit, omdat ze geen kleinere doos had. Dus laten we kijken. Als eerst zie ik echt zo keileuke stickers erop staan. En ja, gewoon leuke verpakkingen erop. Dan ga ik het open doen. En dat is het eerste dat ik zie. En als eerst zie ik een leuk kaartje met op een dag zal je alles bereiken wat je ooit wilde bereiken. Alleen moet je er zelf in geloven. Sorry, ik kan echt niet meer lezen. Dus op een dag zal je alles bereiken wat je ooit wilde bereiken. Alleen moet je er zelf nog in geloven. En dan staat haar Ad Noralie band erbij. Straks komt er een video waar alles veel duidelijker is. Want met dit licht is het misschien een beetje irritant. En dan heb ik ook nog een leuk bedankkaartje met haar sociale media op. Dan haal ik als eerste dit eruit. En ik denk dat het extraatje is, want dat ligt apart van alles. En hierin. Normaal is dit allemaal 3 euro waard, trouwens. Oké, hierin zie ik een extraatje en hier heb ik een clip voor mijn haar. Echt kei leuk. Zo een beetje stroef omdat die nieuw is, maar echt kei leuk. Dan heb ik hierin ook nog leuke kraaltjes, donkerblauw en 2 mm en wit 3 mm. En de rest zit hier niks erin. En ik denk dat dit ook bij het extraatje hoort, want ik zie het er ook net in zitten. Het zijn leuke knijpkraaltjes, zilver. Dan zie ik alleen nog maar dit. Alleen nog maar folie. Ja, ik weet niet meer hoe het heet. Ik ben even vergeten hoe het heet. Dat leggen we even aan de kant. Dan zien we echt kei leuk dit allemaal. Ik zal het jullie even beter laten zien. Echt kei leuk. Ah ja, en wat ik net uithaalde, ik was even vergeten, is vloeipapier. En ja, ik ga het nu even allemaal pakken.
Dus eerst vind je echt zo heel leuke dingen. Oké, okay, hier mag je een sound effect op zetten van magic. Zo. Oké, dan heb ik zo een leuk clipje in het blauw. Dus nu heb ik deze in het blauw en in het paars. Dan onder al deze sliertjes heb ik dit leuke pakketje. Daar zit alle spullen in, maar ik ga dit zo meteen openmaken. Eerst ga ik het andere wat er nog in zit eruit halen. En dat zijn super leuke stickertjes. En deze stickers zitten erin. Sorry dat het heel onduidelijk is. En deze. Ik laat jullie straks allemaal veel beter zien. Dan heb ik dus dit heel leuke pakketje. Die ga ik nu open doen. Oké. Okay. Ziet er echt kei leuk uit. En als eerste heb ik buisjes met verschillende spulletjes in. En daar zitten in letterkraaltjes. Dat is telkens de letter E volgens mij. Dan heb ik sluitinkjes licht zilver. Sluitinkjes donker zilver. Verlengstukjes donker zilver. Verlengstukjes licht zilver. En verlengstukjes goud. Dan zitten hier kei leuke bloempolymeerkralen in. Kei leuke donkerdere knijpkralen. En zilveren buigringetjes. Dan zit hier ook nog kei leuke polymeerkralen van hartjes in. De vorige waren trouwens bloemetjes, ik weet niet of ik het heb gezegd. Dan haal ik hier kei schattige zakjes uit, zijn bloemzakjes. Ik vind het echt kei mooi met een leuke sticker erop. Dan zitten hier, ik weet niet hoe je het doet, denk palette blue of zoiets. Als het niet juist is, komt de correctie hier. Zo'n leuke blauwe kleur van 2 mm. Dan zitten hier nog gouden knijpkraaltjes in. Letterkralen. Gouden sluitinkjes. Allemaal kei leuke figuurkraaltjes. En kei leuke hartjes, kraaltjes. En er zit nog kei leuke confetti in. En toevallig hebben we dezelfde confetti gebruikt. Want ik dacht van ja, ik ga die confetti nog maar eens doen. Want ik had het al even niet meer gebruikt. En dan hebben we ook kei toevallig nog dezelfde. Dus dat is eigenlijk wel echt heel toevallig. Want normaal gebruiken wij niet nooit. Maar ja, het zijn zo van die leuke hartjes confetti. En ik denk dat je bij haar spullen ook wel zult zien dat ik deze confetti ook heb gebruikt. En ja, voor de rest alleen nog maar confetti. En ik denk dat ik nu alles heb gehad. Voor de rest zit hier echt gewoon kei veel leuke frutseltjes in. Ja, zo heet het toch. En ja, dan was het dit. Dan schakel ik nu terug over naar Noralie. Dat was het alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een heel leuke video vonden. En vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan zie ik jullie binnenkort weer terug. Doei!